met fijn dat jullie kijken naar deze allernieuwste vlog. Ik vlog niks. De vasteravond is begonnen, mensen. We hebben er weer ontzettend veel zin in. Heeft iemand nog wat toe te voegen? Ja, ook die. Mag ik even toevoegen? Bier is goed voor de gezondheid. Oh ja, en achter maar leuter. Of een leuter mag ook. Half bezopen is een gebrek aan doorzettingsvermogen, dames en heren. Dus we tanken even deur. Wil iemand mijn lul zien? Nee. We hebben hier al een heel mooi exemplaar, dus daar zullen we het maar bij houden. We gaan weer deur. Ja mensen, hij heeft een Merano in zijn boerenkiel, de peperbus. Hij staat er weer netjes bij, in zijn boerenkiel. Blijft een mooie wagen. Toch? Daar is ze weer hoor, gezellig. Dat komt nou. Wat ziet er bijna mooi uit. Ja, echt sterk. Oké, trek maar aan het touwtje. Oh, dit is toch geweldig. Het is koers. Ploef. Geweldig toch? Echt leuk gedaan. Ja, je ziet het mensen, er zijn gewoon mensen die gewoon heel de huiskamer verbouwen met dit soort kleine, ja, kleine voorstellen. Het is gewoon leuk om naar te kijken. Echt schitterend gedaan. We zitten even te wachten, we gaan zo naar binnen toe. Oh, we mogen al naar binnen. Oh, we mogen al weer naar binnen. We gaan weer naar binnen. Gezellig. Nou, we gaan de attractie in, mensen. Iedereen in een rijtje. Staat iedereen klaar? Dan zetten we zo meteen de koers erin. Hartstikke mooi, man. Allemaal te wachten. Gezellig. Hey, we gaan wel net doen alsof er achtbaan is, hè? Ja, we gaan... Ja. Allemaal handen omhoog zo meteen. Dan gaan we naar binnen, hoor. Allemaal handen omhoog zo meteen als we naar binnen gaan. We gaan de achtbaan in, dus gelijk als ja joh. Ja mensen, het is alweer dag nummer 3 van de vastenavond en het is vandaag de zondag en het is een hele gezellige vastenavond, want het is namelijk vanavond met z'n vijven, zonder wijven. Ja. Trek eens aan mijn vinger. 9 of 15.
Ja, hij kan. Deze werkt. En mijn boerenkiel. En een boerenkiel. Kiele, kiele, kiel. En een boerenkraan. Oh. We gaan door naar Jansen. Ik vind het helemaal strak. Ja. Gezellig voor het zwijnen zo, we gaan zo meteen weer een kijkje binnen nemen. Normaal gesproken staan we altijd hier buiten, maar we gaan nou een keertje naar binnen. We hebben even de dubbelganger van Mits gevonden. Nou, echt twee druppels water, moet kijken joh. Zie je hem eens tweeling? Ja, zie je hem eens tweeling joh. Ja. Voor de laatste keer Café de Kei. Het belletje te aan te klikken. Oh ja, het is toch wel gek dat die plek daar gewoon dicht gaat, hè? Maar ja, aan alles komt een end. Dus even zeiken, dus dan moeten we nog even op wachten. Het zal ook weer eens niet waar weten. Zitten van, we zitten verdekt opgesteld. Ik wil helemaal bukken. Ik sta tegen te kijken van waar zitten ze. Daar komt ie hoor, daar komt ie. Daar komt ie hoor. Oh, bukken, bukken, bukken. Hij loopt gewoon door. Zullen we maar tevoorschijn komen? Nee! Achter die auto! Violen. Dat je hoor. Als we met elkaar slaan, dan hebben we nog wat tijd. Ja. Nou mensen, we gaan even lekker gezellig genieten van een heerlijke broodje hamburger. En de dames die zijn weer neergestreken op het bordes. Jongens, duimpje omhoog. Niet in dat belletje drukken, of wel in dat belletje drukken bedoel ik. Afje. Dat was een afje. En hoe heet Simon, zeg eens wat. Waar? Ja, ik zag het al in de vlog. Hey, deze werd ook in de mond gehad. Was echt lekker. Waar? Was lekker. Ja. Ja mensen, het is alweer dag nummer 4 en vandaag is het altijd standaard de echte vastenavond. Want het is vanavond dweltjes kijken en zoals jullie weten is het thema het discours. Hallo. Hallo. En ze voeren zoveel toneelstukjes op, allemaal dubbelzinnige sketches eigenlijk, wat met het thema te maken heeft. Zo creatief zitten de dingen tussen, het is echt geweldig. Ik ga hem rennen. Ik ga hem rennen. Ja! Ik ga hem rennen.
de mat in. Nou, je ziet het, alles is mogelijk hier al. Ja, daar is hij weer, onze Joep Meloen. Weer heel veel fame uit de vorige gehad. Met de vastenavond zit er alweer bijna op. Nog één dag voor de boeg. Hou de volgende vlog ook even in de gaten, want dat wordt de optocht. Ik loop morgen mee met de optocht, BC variant, door het gezellige Krabbengat. Dus hou dat in de gaten. Ja, deze vlog is weer ten einde. Ik hoop dat je het heel erg leuk vond. Ik vond het in ieder geval weer gezellig. En ik zou zeggen, ache maar leutert. Ache maar leutert, hé. Doei! Yeah.